Hallo en welkom bij VBTV. Helaas zijn Freya en Valerie nog steeds ziek, dus u moet het met mij doen. Maar ik ga het goed maken met u, want ik heb een heel belangrijke gast bij mij. Het is niemand minder dan Barbara Pas. Dag Barbara. Dag Jonas. Barbara, jij bent voor ons fractieleider in de Kamer natuurlijk. Deze week was er in de Kamer ook de beleidsverklaring van de CRO. Wat heeft onze premier allemaal verkondigd? De eerste minister is daar met veel grote woorden een zogenaamd historisch akkoord komen voorstellen dat helemaal niet zo historisch is. Dat was eerder als pep-talk naar zijn eigen regering bedoeld, want het scheelde niet veel of men had zelfs helemaal geen akkoord. Hij is daar een race maatregelen komen voorstellen, vooral in zaken de arbeidsmarkt. Een heel aantal kleine stappen in de goede richting. Er zitten goede zaken in, bijvoorbeeld de bijzondere bijdrage sociale zekerheid, die men eindelijk, na 27 jaar, gaat men die tijdelijke maatregel eindelijk uitdoven. Maar om dat nu als een groot sprongstuk te gaan voorstellen, het gaat voor de burger niet zoveel verschil uitmaken als je weet dat voor een koppel dat gaat werken, die gaan door die maatregel aan hun belastingen €150 minder betalen per jaar. Voor een alleenstaande werkende zal dat €50 per jaar zijn. €4 per maand, als je ondertussen weet dat de energiefactuur met €700 per jaar oploopt, dan weet je meteen dat de maatregelen die men voorstelt helemaal niet opwegen tegen de factuur die de mensen vandaag al tegenkampen. En al helemaal niet opwegen tegen de vele belastingen, tot 1,5 miljard nieuwe belastingen, verhoogde belastingen, die deze regering dit jaar wil invoeren. Ja, met €150 kan je geen €700 kosten dekken, dat is duidelijk. Maar er was ook wel eerder een energieakkoord. Men wou daar toch ook iets aan verhelpen. Wat zit daar precies in? Men doet eigenlijk aan symptoombestrijding. Er zijn 1 miljoen gezinnen in dit land die een sociaal tarief hebben om de energiefactuur te kunnen betalen. En de periode van dat sociaal tarief wordt verlengd. En die krijgen er nog eens een eenmalige korting van €80 bovenop. Nu, als maandelijks je voorschot verdubbelt naar €180, dan lost een eenmalige cheque van €80 natuurlijk niks structureel op. En alle andere mensen die niet onder dat sociaal tarief vallen, zijn er natuurlijk ook niet mee geholpen. Die worden richting energiearmoede geduwd. Het enige dat men doet in die energiefactuur, die bestaat voornamelijk uit taksen en heffingen. 1/3 van de gasfactuur zijn taksen en heffingen. 2/3 van de elektriciteitsfactuur zijn taksen, heffingen die niets met de energiekosten te maken hebben. Maar in plaats van die daar allemaal uit te halen, haalt men er 1 federale heffing uit die men niet eens schrapt, maar vervangt door een accijns om de prijsschommelingen wat op te vangen, dat ook maximaal een verschil gaat maken van €30 per jaar, €2,5 per maand. Dus dat zijn natuurlijk geen oplossingen. En ondertussen komt men met vliegtaksen en allerhande btw-accijnzen op tabak, allerhande extra taksen om de Vlaming nog verder uit te persen. Ja, je vatte het in, zag eigenlijk als volgt samen. Deze regering wordt na schrik voor de verkiezingen uiteraard eigenlijk samengehouden door belastingen en nieuwe belastingen, terwijl ze eigenlijk niet aan de heilige huisjes durven raken. Klopt, in zaken die energiefactuur zou men al kunnen beginnen met de BTW die daar nog eens op geheven wordt, die 21% bedraagt, om die te verlagen naar 6%. Iets dat Vlaams Belang al lang voorstelt, dat een wezenlijk verschil zou maken. Energie is tenslotte geen luxeproduct, het is een basisproduct. Maar die andere heilige huisjes, de factuur van migratie, van de Europese Unie, van het politiek bestel zelf, de transfers, daar waar men kan besparen zonder dat dat op kap van de eigen mensen is, dat doet men niet. Het was zeer opmerkelijk dat in die regeringsverklaring van de CRO dat hij maar 2 zinnetjes veil had over migratie en asiel. Dat hij als een konijn voor een lichtbak naar de Europese Unie kijkt om daarvoor oplossingen te gaan zorgen. We weten allemaal waar dat al toe geleid heeft. Terwijl men zelf maatregelen kan nemen. De instroom piekt. De cijfers tonen dat aan en ondertussen ligt de uitstroom helemaal lam. Dus die migratiefactuur die moet in de eerste plaats aangepakt worden. Ja, dat is duidelijk oplossingen van onze partij natuurlijk, terwijl Vivaldi aanmoddert. Maar terwijl de paars-groene regering in feite dus niks doet, blijven wij verder werken en we lanceerden deze week een nieuwe podcast. Diab Abu Jaja, welkom. Vlaams Belang of Sharia voor Belgium? Vlaams Belang, zonder denken. Welkom bij de eerste uitzending van Toogpraat, een politiek incorrecte podcast. Zonder taboes, zonder politiek correctheid. Maar meneer Van Rigge, dat is een linkse analyse dat hij hier maakt. Toen jij de baarlijke duivel waart, de leider van AL.
En hier wil ik jou ook een beetje provoceren misschien. En jullie extreem rechts. Of ik wil niet zeggen jullie. Ik ken nog altijd wolf in schaapvacht zijn natuurlijk. Blank of wit? Blank. Dat is flauwekul. Ik beslis wel zelf wat mijn identiteit is. En ze lijken allemaal op elkaar op hun stoel en bakfiets. Je hebt ook, en dat is het derde gevaar in Europa, wat... Wij. Dat is echt provocatief. Je hebt Napoleon en Hitler benoemd. En in Verhofstadt. Dit is Toch Praat met Tom van Grieken. Een unieke politiek incorrecte podcast. Ik vond de eerste uitzending alvast heel boeiend. En ik hoop, en ik ben er redelijk zeker van, dat u dat ook zal vinden. Dus als u het nog niet deed, abonneer u zeker via uw favoriet kanaal. Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. We zijn er allemaal op aanwezig. Intussen is mijn tweede gast er, en dat is Philippe Brusselmans. Dag Philippe. Dag Jonas. Philippe, je bent natuurlijk voor ons Vlaams parlementslid. En in die hoedanigheid heb jij Penweids een klein beetje het leven zuur gemaakt. Of tenminste, je hebt hem een vraag gesteld over die klimaatspijbelaars, want blijkbaar zijn die terug. Ja, na de coronacrisis zijn zij dus terug. Er waren veel nadelen aan die coronacrisis, maar één voordeel was toch dat we niet elke week weer te maken kregen met die klimaathysterie en vooral met Anouna de Wever. Maar nu, zij zijn dus terug begonnen. Afgelopen zondag was er terug een eerste betoging. En op zich is daar helemaal niks mis mee. Daar lopen veel jongeren in mee. En ik ben eigenlijk blij om te zien dat de Vlaamse jeugd meer dan pakweg 10 jaar geleden zich terug meer engageert, meer engagement toont, meer verantwoordelijkheid toont. Of dat nu voor een linksthema of een rechtsthema is. Maar wat mij wel stoort, is dat die Anouna de Wever, de handpop van heel die groen-linkse lobby, dat zij terug oproept om te gaan spijbelen voor het klimaat. Zo gezegd, voor het klimaat natuurlijk. En dat stoort mij mateloos, want spijbelen is natuurlijk heel negatief. Of dat nu is om met vrienden iets te gaan doen, of dat is onder het mom van het klimaat. Leerlingen hebben die lestijd absoluut nodig. Ja, zeker na de coronacrisis natuurlijk. Al die lesttijd, dat is gemist. Ze moeten dat nu inhalen. Met het spijbelen natuurlijk wordt dat er niet beter op. Maar natuurlijk, naast het spijbelen blijkt er nog een aspect te zijn. Die schooldirecties die blijken daar toch een bepaalde duwende rol in te spelen? Of hoe zit dat precies daar? Ja, afgelopen zondag waren er officieel althans 70 scholen, dus dat zijn directies, leerkrachten en vaak ook leerlingen, die aanwezig hebben getekend op de mars. En het gaat eigenlijk nog veel verder. We hebben dat in 2019, voor de pandemie, ook gezien, dat ze natuurlijk leerlingen verplichten, soms zelfs punten gaven om deel te nemen aan die mars. Maar het gaat zelfs verder dan een mars. Er is een voorbeeld van afgelopen vrijdag in Duffel, waar een school hun leerlingen verplichtte tijdens de lestijd om te gaan betogen aan het gemeentehuis daar. Ook weer iets in het kader van het klimaat, maar het is toch allemaal heel vergaand. Zeker als we eens gaan kijken wie dat er eigenlijk achter de organisatie van die marsen zitten. Dat zijn verenigingen zoals Oxfam, 1111, Extinction Rebellion, maar ook de PvdA of Groen. En we zien toch dat daar een zeer duidelijk politiek kleurtje aan zit. En eigenlijk is het verplichten van uw leerlingen om deel te nemen aan dergelijke activiteiten niks meer of minder dan pure politieke propaganda. Ja, dat klinkt als linkse taal in hun klaslokaal. Natuurlijk, jij hebt daar dus, ik had het daarnet al even gezegd, maar je hebt daar wijd het vuur aan de schenen voor gelegd. Wat waren jouw adviezen en heeft hij daar naar geluisterd? Ja, Weitz als minister van Onderwijs moet natuurlijk ingrijpen. Hè. Hij moet eerst en vooral ervoor zorgen dat zo min mogelijk scholen die politieke propaganda in het klaslokaal voeren. Of dat nu links of rechts is, scholen en leerkrachten moeten neutraal les kunnen geven. Maar nu specifiek in zaken dat spijbelen, wanneer iemand spijbelt, dan moet hij op school aangegeven worden als onwettig afwezig. In het jargon van het onderwijs noemen ze dat als een B-code aangeven. En nu vermoeden wij dat vele scholen een oogje zullen dichtknijpen voor die klimaatspijbelaars, of wanneer ze het zelf faciliteren, ja, dan praten ze dat helemaal goed en dan gaan ze die afwezigheden niet aangeven als een B-code. Dan is het CLB ook niet op de hoogte, dan kan er ook later niet gesanctioneerd worden, enzovoort. En dat moeten we echt voorkomen. We moeten als samenleving en zeker minister van Onderwijs een duidelijk signaal geven dat spijbelen niet goed is. Als jongerenvoorzitter wil ik nogmaals benadrukken, engagement tonen is fantastisch. Voor eender welk thema dat ook is, voor eender welke politieke overtuiging. Maar spijbelen, dat moet niet. Dat heeft een averechts effect. Het is beter dat de jongeren, zeker in zaken klimaat, op school zitten. Dat ze leren hoe bepaalde problemen kunnen opgelost worden. En dat gaan ze alleen maar kunnen opdoen tijdens de lestijd en niet door te spijbelen. Ja, natuurlijk. Het is duidelijk, het Vlaams Belang staat voor het onderwijs en de vrijheid van onze leerlingen. Bij deze zit onze uitzending er opnieuw op. Ik hoop dat u ervan genoten heeft. Ik alvast en ik zie u graag een volgende keer.